Thomas was alone en ik weet het, hij was al een tijdje uit, maar hij is dan nu ook uit voor de console. En ik was heel benieuwd hoe dit nou aanvoelt. Het is sowieso vreemd, want je speelt alleen maar met blokjes en toch krijg je er een gevoel voor. Hoe dit precies zit, let even op. Thomas Was Alone is een puzzelgame met platformelementen. De game verscheen oorspronkelijk een aantal jaar geleden online als flashgame, maar is uitgegroeid naar een volwaardig avontuur op alle platformen. In het spel neem je de controle over één of meerdere simpelogende blokken. Gezamenlijk met deze basisvormen ga je op een avontuur dat niet zonder gevaar is. Elk blok komt met haar of zijn eigen krachten. Zo kan Thomas, die op een normaal rood blok lijkt, hoger springen dan de anderen. Het cynische oranje blok, genaamd Chris, kan daarentegen vrij weinig en heeft alle hulp van derden nodig. Tijdens je puzzeltocht ontmoet je nog meer blokken, waaronder Claire, Laura en John. Thomas Was Alone oogt misschien simpel in opzet, maar komt compleet met een diepgaand verhaal en uitdagende puzzels. Het spel is naast iTunes en Google Play nu ook verkrijgbaar op de Xbox One, Wii U en PlayStation. Ik voel me een beetje kneus om het toe te geven, maar ik krijg echt medelijden met Thomas. Ik weet, het is maar een blokje en de hele wereld ziet er ontzettend simpel uit. Maar het is echt heel slim gemaakt. Als je beter kijkt, zie je op de achtergrond een lichtje schijnen, allemaal schaduwen komen daar. En je krijgt echt een beetje gevoelens voor Thomas. Niet dat je verliefd raakt op een blokje, maar je krijgt gewoon medelijden met hem. Er wordt een verhaal verteld en hij is echt alleen. En iedereen vindt hem eigenlijk maar stom en te enthousiast en hij springt de hele tijd. Het is wel een platformer met puzzelen en hij is wel echt heel erg pittig. Thomas Was Alone is het veel meer dan simpelweg een beetje springen en klaar. Maar je moet het wel tijd geven om dat te kunnen waarderen.